Goedemiddag, welkom bij de webinar over de verordening medische hulpmiddelen. Geef ik vanmiddag samen met mijn collega Anne-Sophie. En wij werken beide als legal consultant voor Digital Health Compliance Label van Deloitte. We zullen het vandaag hebben over de verordening medische hulpmiddelen. Wat is dat nu precies? Hoe valt software hieronder? Dus wanneer kan je software aanmerken als medisch hulpmiddel? Waar ligt de verantwoordelijkheid als het aankomt op het voldoen aan de vereisten vanuit de MDR? Wat zijn nu een beetje de actiepunten voor de fabrikant of de producent van een medisch hulpmiddel? En we geven nog een korte toelichting op de ISO 13485. Dan geef ik nu het woord aan Anne-Sophie. Ja, dankjewel. Ja, zoals Emiel zei, we geven eerst een korte introductie van de verordening medische hulpmiddelen. Dan kunnen we naar de volgende slide, waar dan de achtergrondinformatie staat. Ja. De verordening medische hulpmiddelen is een nieuwe verordening die aangescherpte regels over medische hulpmiddelen geeft. We hebben op dit moment een richtlijn medische hulpmiddelen waar het hele systeem in geregeld is. En dat systeem dat wordt nu geüpdate naar de huidige stand van de techniek en alle regels die daarbij komen kijken. De verordening zou in principe op 25 mei van dit jaar toepasselijk zijn geworden. Maar door de hele situatie waar we in zitten, door de crisis, wordt het met een jaartje uitgesteld. En is de verordening vanaf 26 mei 2021 van toepassing. En dan is er nog een overgangsperiode voor hulpmiddelen die onder de huidige richtlijn al kwalificeren als medisch hulpmiddel. En ook als zodanig zijn gecertificeerd. Daar kom ik straks later op terug. Die hebben een langere overgangsperiode om te voldoen aan de nieuwe regels, de aangescherpte regels onder de verordening. De verordening verbetert de transparantie in de markt. Dat is met name voor gebruikers van de medische hulpmiddelen, die een beter beeld krijgen van alle hulpmiddelen die er op de markt zijn en op welke manier die aan de regels voldoen. Maar het belangrijkste is voor fabrikanten van medische hulpmiddelen dat de verordening, net als de richtlijn, regels stelt voor de markttoelating. Dat betekent dat er regels zijn waar het product aan moet voldoen voordat het de markt op kan. Waardoor gebruikers op de markt zeker weten dat het product veilig is. De achtergrond van de verordening is dan ook dat de patiëntveiligheid vergroot moest worden. En daar kom ik op de volgende slide, waar we nu naartoe gaan, kom ik daar op terug. Medische hulpmiddelen zijn producten die voor diagnostiek of behandeling in de zorg worden gebruikt. En dan zijn geneesmiddelen uitgezonderd. Maar voorbeelden daarvan zijn implantaten, zoals pacemakers en protheses. Dat zijn hele duidelijke medische hulpmiddelen. Daarvan bestaat er geen twijfel dat het een medisch hulpmiddel is. Maar ook bijvoorbeeld een bloedglucosemeter voor thuisgebruik of een software zoals een medische app op een smartphone. En dat is waar we ons met name op focussen. Omdat dat iets vrij nieuws is onder de verordening. Omdat het iets vrij nieuws is onder de verordening. De richtlijn medische hulpmiddelen stamt uit 1993, dus dat is inmiddels 27 jaar. In 27 jaar is er heel veel gebeurd. Veel ontwikkelingen op technologisch vlak en op wetenschappelijk vlak. En dat is ook de reden dat er aangescherpte regels moesten komen. En een van die belangrijkste regels is, een van die belangrijkste ontwikkelingen is dus dat software steeds meer wordt gebruikt. In een heleboel verschillende sectoren. Maar onder andere ook in de medische sector. Er zijn steeds meer technologische oplossingen die ons kunnen helpen en die werk uit de handen kunnen nemen, wat heel fijn is, maar wat er ook voor zorgt dat we strikte eisen aan die software moeten stellen om ervoor te zorgen dat het dus veilig is. Dus dat is de belangrijkste aanleiding geweest om de regels rondom medische hulpmiddelen aan te scherpen. Het doel van de verordening is, zoals ik al zei, het vergroten van de patiëntveiligheid, als ook het vergroten van de traceerbaarheid van de medische hulpmiddelen. En tot slot, de inhoud van de verordening. Daar staan dus alle regels in waaraan een product moet voldoen om veilig op de markt te komen, maar ook om veilig te blijven. En dat wordt gedaan door middel van post-market surveillance. Daar komen we later in deze presentatie nog op terug. En ten aanzien van de regels die waaraan moet worden voldaan om veilig op de markt te komen, geldt dat er een vrij uitgebreide set aan regels is. Die vrij uitgebreid is beschreven ook in de verordening. En zodra daaraan wordt voldaan, dan komt het welbekende CE-merk. CE-markering die komt op een product te staan. Die CE-markering die geeft niet aan dat het een medisch hulpmiddel is, maar geeft wel aan dat het product veilig is. We zien bijvoorbeeld op een mobiele telefoon staat ook een CE-markering. Of op een smartwatch staat ook een CE-markering. Ik kom er later nog op terug of dat al dan niet een medisch hulpmiddel is. En deze CE-markering geeft eigenlijk aan, dit product is, voldoet aan de vereisten die daarvoor gelden. En daarom is het ook zo belangrijk dat dat op medische hulpmiddelen staat, zodat we kunnen zien, als we een medisch hulpmiddel gaan gebruiken, voldoet dit aan de regels die daarvoor gelden. En wanneer wordt software nou gezien als medisch hulpmiddel? Daarover heeft de Medical Device Coordination Group van de Europese Commissie zich uitgelaten. Die hebben gezegd, medical device software is een set van instructies die inputdata verwerkt en outputdata produceert. En die specifiek bestemd is om te worden gebruikt voor een medisch doel. En een medisch doel is eigenlijk de basis van alles om te bepalen of een product een medisch hulpmiddel is. Dat zien we ook in de definitie van een medisch hulpmiddel in de verordening terugkomen. Waar staat, als een medisch hulpmiddel wordt gedefinieerd, onder andere software die door de fabrikant is bestemd of bedoeld om te worden gebruikt voor een specifiek medisch doeleind. De meest voorkomende medische doeleinden die we zien zijn de bovenste twee bullets die we op deze presentatie zien. De diagnose of behandeling van een ziekte of een beperking, kort gezegd. Dat betekent dat er vanaf het moment van ontwikkelen van een medisch hulpmiddel, of in dit geval van software, dat er na moet worden gegaan met welk doel brengen we dit product straks op de markt? Met welk doel zijn we dit nu aan het ontwikkelen? Dat specifieke doel bepaalt dus ook of een product al dan niet kan worden aangemerkt als medisch hulpmiddel. Dan gaan we naar de eerste poll. En dat is eigenlijk een vraag voor als u nu zelf een softwareproduct of een ander product, medisch product ontwikkelt. Heeft u een beoogd doeleind geformuleerd op dit moment? Ik zie dat het merendeel inderdaad een medisch hulpmiddel of een beoogd doeleind heeft geformuleerd. We weten niet precies waarom die 33% geen beoogd doeleind heeft geformuleerd. Maar mocht het zo zijn en u ontwikkelt een product, denk er dan in ieder geval over na met welk doel doen we dit. Want ook als het geen medisch hulpmiddel is, is het heel goed om op papier te hebben, wat willen we nou bereiken met dit product? Want daarmee kan ook eenvoudiger aangetoond worden dat er niet aan de regels van de verordening hoeft te worden voldaan. Gaan we naar de specifieke bepalingen, hoe wij bepalen of er een of een softwareproduct wordt aangemerkt als een medisch hulpmiddel. Daarvoor hebben we 5 vragen geïdentificeerd. Of dat hebben wij niet gedaan, dat heeft de Medical Device Coordination Group gedaan. Die noemde ik net al even, dat is een groep van experts die de Europese Commissie adviseren over onder andere dit vraagstuk, wanneer moet software worden aangemerkt als medisch hulpmiddel. De eerste vraag is of het product überhaupt software is. Anders dan zijn de regels voor software als medisch hulpmiddel niet van toepassing. Dan is dus de eerste vraag, valt het product onder de definitie van software? Dus wordt er inputdata verwerkt en outputdata gecreëerd. Hiervan is dat er sprake van het verwerken van inputdata eigenlijk praktisch altijd. Het typen van tekst op een toetsenbord of het invoeren van data via een touchscreen levert al inputdata op, of een verwerking van inputdata. Het produceren van outputdata is in dat geval dat de letters op het scherm komen of dat de dingen die je aantikt op het touchscreen, dat die in beeld komen. Dus we kunnen al vrij snel spreken van het softwareproduct. Zo ja, als er sprake is van een softwareproduct, is het product een hulpmiddel zoals beschreven in bijlage 16 van de verordening. In die bijlage vinden we eigenlijk een lijst van producten die geen medisch doeleind hebben, maar wel onder de regels van de verordening moeten komen te vallen. Dat zijn bijvoorbeeld contactlenzen of rimpelvullers, die hebben niet specifiek een medisch doeleind, maar moeten wel aan de regels van de verordening voldoen, omdat de producten een zodanig risico met zich meebrengen dat we willen dat die ook aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen en aan dezelfde eisen voldoen als medische hulpmiddelen. Dat is een limitatieve lijst van pak een beet 7 producten, soorten producten, waar dus vrij eenvoudig kan worden gezien. Nou, deze producten moeten in ieder geval voldoen aan de vereisten van de verordening. Maar hoeven niet mee te worden genomen in de rest van deze 5 vragen. Hetzelfde geldt voor een toebehoren van een medisch hulpmiddel. Een toebehoren is eigenlijk als iets samenwerkt met een medisch hulpmiddel om een specifiek doel te behalen. In sommige gevallen wordt software alleen specifiek met één hardwareproduct gebruikt. Dus dat hangt eigenlijk een beetje samen met de volgende die in dit lijstje staat. Software die het gebruik van een medisch hulpmiddel stuurt of beïnvloedt. Bijvoorbeeld in het geval van een MRI-scanner, een softwareproduct dat bij de MRI-scanner hoort, om ervoor te zorgen dat de MRI-scanner daadwerkelijk doet wat hij moet doen en het medisch doeleind ook behaalt. Als er geen beroep kan worden gedaan op een van deze 3 uitzonderingen, als het ware, dan gaan we door naar de derde vraag. Voert de software een actie uit die beperkt is tot opslag, archivering, communicatie, eenvoudig zoeken of datacompressie? Dit is vaak een vraag waar we ons lang over moeten buigen, omdat het is open voor interpretatie en het is vaak lastig te bepalen wat de software nou daadwerkelijk doet, of dat daadwerkelijk meer is dan alleen het communiceren van gegevens. De guidance van bijvoorbeeld de MDCG geeft in ieder geval aan als er data geïnterpreteerd wordt of als het geanalyseerd wordt of als er iets van een algoritme overheen gaat, dan kunnen we in ieder geval spreken dat er wel een actie wordt uitgevoerd die verder gaat dan deze opslag, archivering, communicatie, etc. Als de actie dus niet beperkt is tot een van deze acties die hier genoemd zijn, dan gaan we door naar de 4e vraag. Wordt de actie die de software uitvoert, uitgevoerd ten behoeve van individuele patiënten? Dat is heel vaak het geval. Het is niet het geval als er alleen maar algemene informatie wordt gegeven, als het een medische atlas is of dat soort zaken, als het slechts algemeen is en voor iedereen hetzelfde is. Dan is er geen sprake van een actie ten behoeve van individuele patiënten. Als het bijvoorbeeld een behandelpad is, wat specifiek is voor een bepaalde groep patiënten, dan is het vaak wel een actie die wordt uitgevoerd ten behoeve van individuele patiënten. En tot slot heeft de software een medisch doeleind Dat is het medische doeleind dat we net hebben besproken. Dat zijn de doeleinden die zijn genoemd in de definitie van een medisch hulpmiddel. Dus bijvoorbeeld diagnose of behandeling van een ziekte of een beperking. Dan software voor lifestyle doeleinden. Dat is iets wat we vaak terug horen komen. Ik had het net al even over een smartwatch of een sportwatch. Die hebben vaak, als het goed is, een CE-markering, omdat ze voldoen aan de regels die daarvoor gelden. En omdat deze smartwatches bijvoorbeeld hartslag meten en dat soort dingen, wordt vaak de vraag gesteld, is dat dan een medisch hulpmiddel? Nou, dit soort producten zijn over het algemeen bestemd voor lifestyle en welzijnsdoeleinden. Dat betekent ervoor zorgen dat je fitter wordt, dat je meer beweegt, dat je meer water drinkt bijvoorbeeld. Dat soort zaken zorgt er niet voor dat het een medisch hulpmiddel is. En hiermee wordt dus nog een keer dat specifieke medische doeleind benadrukt. Wat er dus voor kan zorgen dat een product een medisch hulpmiddel is. Moet er wel bij gezegd worden dat het niet zo makkelijk is dat een beoogd doeleind op net een manier kan worden geschreven waardoor een product geen medisch hulpmiddel is, maar het in feite wel zo is. Want als het daadwerkelijk functies heeft, zoals hartslag meten, het wordt toch gebruikt in de medische context, maar het wordt net anders opgeschreven, dan zorgt het er niet meteen voor dat het product geen medisch hulpmiddel is. Dus er moet altijd worden gekeken naar het geheel, het daadwerkelijke doel waarvoor het product is ontwikkeld en de daadwerkelijke functies die het product heeft en wat de uitkomst daarvan is om te bepalen of je softwareproduct een medisch hulpmiddel is. Als we dan hebben bepaald, ja, het is een medisch hulpmiddel, dan gaan we naar de volgende stap en dat is de risicoclassificatie. Medische hulpmiddelen worden onderverdeeld in 4 klassen. Klasse 1, klasse 2a, klasse 2b en klasse 3. Dit is niet nieuw onder de verordening. Dit bestond al onder de huidige richtlijn. Maar wat wel nieuw is, is dat er een risicoclassificatie voor softwareproducten specifiek is. Dat betekent dat de verordening een vrij grote impact heeft op softwareproducten, omdat die vaker hoger worden geclassificeerd. Dat zal ik straks nader toelichten. Maar eerst de toelichting van de 4 klassen. Klasse 1 is voor laag-risicoproducten. Laag-risicoproducten zijn bijvoorbeeld pleisters. Die brengen niet een hoog risico met zich mee als ze worden gebruikt door de eindgebruiker. Het levert geen hoog risico voor patiënten op bijvoorbeeld. Klasse 2a, medische hulpmiddelen brengen al een hoger risico met zich mee. En om die reden moet er vanaf een klasse 2a altijd een onafhankelijke derde partij, zogeheten notified body, worden betrokken bij het proces om te voldoen aan de regels. Bij een klasse 1 mag de ontwikkelaar van het product of de fabrikant van het product mag de certificering zelf doen. Dat betekent dat je zelf mag kijken, oké, aan welke regels gelden voor ons? En geven we daar invulling aan? Op welke manier doen we dat? En is dat voldoende? Zo ja, dan mag je zelf een CE-markering plaatsen op het product. Is het product een klasse 2a of hoger? Dan moet er dus een notified body worden betrokken bij het hele proces van ontwikkeling en met name certificering. Een klasse 2b brengt weer een hoger risico met zich mee. En een klasse 3, dat zijn de hoogst risicovolle producten. Het geldt dus ook dat daar meer eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld risicomanagement. Omdat het risico gewoon hoger is dan bij bijvoorbeeld een klasse 1. Voor softwareproducten is dus een specifieke regel in het leven geroepen met de verordening voor de risicoclassificatie. Waarin eigenlijk gesteld wordt software voor het verstrekken van informatie die gebruikt wordt bij het nemen van beslissingen voor diagnostische of therapeutische doeleinden behoort tot een klasse 2a. Dus als de software informatie verstrekt die kan worden gebruikt bij de behandeling of bij, bij het stellen van een diagnose door ofwel de patiënt zelf ofwel de zorgprofessional, dan is het minstens een 2a. En daarmee zien we dat softwareproducten vrij snel een klasse 2a zijn. En dat wordt zelfs nog hoger als die beslissingen die worden gebaseerd op basis van de informatie die door de software wordt verstrekt, als die kunnen leiden tot overlijden of een onomkeerbare verslechtering van de gezondheidstoestand, want dan horen ze zelf tot klasse 3. Als die beslissingen leiden tot een ernstige verslechtering van iemands gezondheidstoestand of tot een chirurgische ingreep, dan is dat een klasse 2b. Die lijn tussen klasse 2b en klasse 3 is heel dun en moet dus ook altijd worden gekeken naar de specifieke omstandigheden van dat geval, van dat product. Of er sprake is dan van een klasse 2b of een klasse 3 of misschien wel een klasse 2a. En slechts in gevallen waarin voldoende onderbouwd kan worden dat deze regel niet van toepassing is, dan is sprake van een softwareproduct van risicoklasse 1 onder de MDR. En dan ga ik nu het woord geven aan Amy, die jullie meer gaat vertellen over de verantwoordelijkheden. Dankjewel, Anne-Sophie. Anne-Sophie heeft nu al een aantal vereisten van de MDR neergelegd en ook uitgelegd hoe zit dat nu precies met medische software. De vraag is natuurlijk, bij wie ligt nu precies die verantwoordelijkheid om te voldoen aan de MDR? De MDR onderscheidt verschillende rollen in de tekst, zowel economische deelnemers als andere partijen. Ze maken een sterk onderscheid tussen de fabrikant, de distributeur en de importeur. En de gemachtigde kan optreden voor de fabrikant. Maar er zijn ook vereisten voor de zorgverlener of de zorginstelling. En de MDR is eigenlijk, zoals Anne-Sophie aan het begin al aangaf, erop gericht om de patiëntveiligheid te waarborgen. Dus dat komt ook af en toe terug. Belangrijk is ook te weten dat voor een zorgverlener of een zorginstelling, dat zij dus van tevoren bij de inkoop moeten controleren, zeker in deze overgangsperiode tussen van richtlijn naar wetgeving, of de hulpmiddelen die ingekocht worden of gaan worden, misschien naar een hogere klasse toe moeten, of die certificering nog wel klopt, of die nog geldig is en of ze het product dus in gebruik mogen nemen. Daarnaast is het ook belangrijk om te bepalen, gaan ze misschien het product zelf nog aanpassen? Dus levert een partij een product aan, doet de zorginstelling daar iets mee en wordt het dan in gebruik genomen? Dan verandert dus dat beoogde doeleind en worden zij de fabrikant. En als derde kan een zorginstelling dan wel in samenwerking met een ontwikkelpartij dan wel alleen ook medische software ontwikkelen. En als ze dat voor eigen gebruik doen, gelden nog steeds de vereisten uit de MDR, maar wel een aantal uitzonderingen. Dus ze hoeven niet aan het volledige pakket te voldoen. Dan met betrekking tot de drie partijen die het meest duidelijk in de MDR uiteen worden gezet. De fabrikant, de distributeur en de importeur. Is de fabrikant degene die verantwoordelijk is om te controleren van moet mijn product een CE-markering krijgen en zo ja. Voldoe ik al aan de vereisten of hoe moet ik aan die vereisten gaan voldoen om te kunnen garanderen dat ik een veilig product nu op de markt breng, maar ook over een periode kan waarborgen dat die kwaliteit nog steeds even hoog is. Dan hebben we de distributeur. Dat kan een groothandel zijn, een drogist of een apotheker. En die moet aan de ene kant controleren dat de importeur waar zij de producten van ontvangen wel voldoet aan alle vereisten, maar ook de producten die zij dus weer verder gaan verhandelen, dat die voldoen aan de vereisten uit de MDR. En aanvullend zijn zij degene die verantwoordelijk zijn voor opslag en transport. De importeur is degene die het product vanuit een derde land in de Unie in handel gaat brengen. En de importeur moet nagaan of zowel de fabrikant als ook het hulpmiddel voldoet aan de vereisten uit de MDR. Dan hebben we weer één pool waar ik dan straks graag verder op inga. En dat is wie is verantwoordelijk voor het naleven van de MDR. Is dat de klant, de fabrikant of de producent? Nou, ik zie inderdaad dat 2/3 zegt de fabrikant. Dat klopt inderdaad. En de reden dat we dit erin hebben gestopt, is dat er veel verwarring is over wat zijn nu precies de verplichtingen van de fabrikanten, van de producent. Veelal omdat we zien dat partijen samenwerken met ontwikkelclubs om een medisch hulpmiddel te ontwikkelen. Naast dat veel ontwikkelpartijen zelf ook voldoen aan bepaalde vereisten, is degene die het onder zijn naam op de markt gaat brengen, degene die als fabrikant wordt aangemerkt onder de MDR. Dus vandaar dat we een onderscheid maken tussen producent en fabrikant. Komt niet zo letterlijk terug in de MDR. Maar het is wel goed om te weten dat als je dus een product van een andere partij gebruikt of overneemt en je gaat het onder je eigen naam weer verhandelen, dan is dus de partij met die eigen naam degene die moet voldoen aan de vereisten vanuit de MDR. Dan is het ook nog wel goed om te noemen dat er uiteraard een toezichthouder in Nederland is die toeziet op naleving van de MDR, die dus ook op controle kan komen. En dus kan gaan kijken of je kwaliteitsmanagementsysteem op orde is, technische documentatie op orde is. Dat is de toezichthouder, de IGJ. En ook met deze documenten die ze kunnen controleren, mocht je met een producent samenwerken die dit al op orde heeft, zou je kunnen vragen om misschien die documenten te gebruiken en naar je eigen naam een product om te zetten. Maar het neemt niet weg dat je het wel zelf ook op orde moet hebben. Zal Anne-Sophie jullie nog meer vertellen over wat de specifieke actiepunten zijn die verplicht zijn voor fabrikanten en producenten? Ja, dankjewel. Er volgt op de volgende slide een lijst of een overzicht van vereisten die gelden voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. Lijkt heel overweldigend, is het misschien ook wel. Maar als je onder de MDD, de richtlijn, al een medisch hulpmiddel bent, dan heb je een deel van deze vereisten al deels ingevuld. En onder de verordening worden die regels aangescherpt. En doordat we dus de afgelopen 27 jaar met de richtlijn hebben gewerkt, die heel beperkt is in zijn beschrijvingen, zijn er heel veel handreikingen uitgebracht over verschillende vereisten om daar invulling aan te geven. Die handreikingen die zijn nu ook vastgelegd in de verordening. En dat zien we dus bij verschillende vereisten zien we dat terugkomen, dat ze niet per se nieuw zijn, maar dat ze aangescherpt zijn en dat ze eigenlijk aangescherpt zijn aan de hand van regels die al golden. Voor de met name softwareontwikkelaars die nu onder de verordening een medisch hulpmiddel worden en dat oorspronkelijk niet waren, betekent het dat ze bij het begin moeten beginnen. En dat begint eigenlijk bij onder andere de technische documentatie. Technische documentatie is eigenlijk het overzicht van alle relevante documentatie. En het doel hiervan is dat de aangemelde instantie of de notified body en de IGJ, die Amy net al noemde, kan beoordelen of het medisch hulpmiddel aan de eisen voldoet. Zo geeft de verordening bijvoorbeeld een lijst met essentiële vereisten waaraan een hulpmiddel moet voldoen. En in het technisch dossier, de technische documentatie, is bijvoorbeeld opgenomen welke van deze essentiële eisen gelden voor het medisch hulpmiddel en op welke manier hier invulling aan is gegeven. Daarnaast moet er een kwaliteitsmanagementsysteem, QMS, worden ingeregeld. Dat is een systeem dat gericht is op het beheersen en het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Dit systeem moet constant worden bijgewerkt. Het moet ook eigenlijk gedurende de hele lifecycle van een medisch hulpmiddel, worden bijgehouden. En is eigenlijk een soort iteratief proces wat iedere keer weer dus wordt bijgewerkt. Dan de klinische evaluatie. Dit is wezenlijk aangescherpt onder de verordening. En de klinische evaluatie is eigenlijk een evaluatie om de veiligheid en de prestaties van het medisch hulpmiddel te verifiëren. Zoals het bedoeld is door de fabrikant. Dus dat betekent dat de klinische evaluatie eigenlijk aantoont dat het product zo veilig is en de juiste dingen doet in lijn met het eerder benoemde beoogd doeleind van het product. En op deze manier wordt dus klinisch bewijs verzameld. Risicomanagement. Nou, dat is dus heel afhankelijk van die eerder genoemde risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe meer risico's er bestaan en verschillende type risico's die er zijn. En op basis van die risico's, die dus allemaal goed geïdentificeerd moeten worden, wordt een risicomanagementsysteem opgesteld. Waarbij ook gedurende de hele lifecycle van een medisch hulpmiddel wordt bijgehouden hoe het medisch hulpmiddel presteert, welke risico's er zijn en op welke manier deze risico's worden verminderd voor de gebruiker. Dan de etikettering en de gebruiksaanwijzing. Dat is eigenlijk wat we altijd zien bij de medische hulpmiddelen die u wellicht heeft gebruikt. Dat er een label op zit met de relevante informatie. Onder andere de informatie waarmee je de fabrikant kunt bereiken, maar ook eventueel de importeur die het product heeft of die het medisch hulpmiddel heeft geïmporteerd. En ook hoe het product al dan niet gebruikt moet worden. In de gebruiksaanwijzing wordt dus bijvoorbeeld het beoogd doeleind duidelijk opgeschreven, maar wordt ook duidelijk opgeschreven waar het vooral niet voor bedoeld is. Dat is heel belangrijk om aan te geven. Wij garanderen veiligheid en goede prestaties in lijn met het beoogd doeleind. Wordt het buiten dat beoogd doeleind gebruikt, dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid als fabrikant zijnde. De post-market surveillance, dat is het bijhouden van de prestaties en de veiligheid en de ervaringen en dergelijke nadat het product op de markt is gebracht. Om ervoor te zorgen dat het product ook veilig blijft en dat eventuele risico's kunnen worden gemitigeerd. Samen met het Post-Market Clinical Follow-up Plan, wat daarnaast staat. Ik zie dat de afkorting even fout is gegaan, maar de Post-Market Clinical Follow-up Plan en de vigilantiemaatregelen kunnen ook incidenten worden bijgehouden en kunnen die risico's en die incidenten die zijn gebleken uit de surveillance, kunnen die ook worden meegenomen in de klinische evaluatie, in het eventuele kwaliteitsmanagement of eventueel in het kwaliteitsmanagementsysteem. En op die manier ervoor te zorgen dat die incidenten zich niet nog een keer voordoen en dat de gevolgen beperkt blijven. Dan de traceerbaarheid. De UDI staat voor Unique Device Identifier. En dit is nieuw onder de verordening. Hiermee kan het product altijd getraceerd worden. Dat is de bedoeling van de UDI. Ieder product krijgt een eigen nummer waarmee het geïdentificeerd kan worden en waarmee dus ook altijd kan worden gevonden dat het product is op die plek, bij die persoon, zodat als er iets mee aan de hand is, dat het altijd ook weer terug kan worden geroepen op de meest efficiënte manier. En tot slot zijn er nog wat aanvullende vereisten, zoals dat er iemand in dienst moet zijn die de naleving van de wet en regelgeving regelt of daarvoor verantwoordelijk is in ieder geval. Er moet een productaansprakelijkheidsverzekering zijn. Mocht er aanspraak op worden of mocht er een klacht komen of iets dergelijks of een incident waardoor schade vergoed moet worden, dan moeten daar voldoende financiële middelen voor zijn ofwel een verzekering. Er moet bepaalde informatie worden verstrekt aan Eudamed. Dat is de nieuwe Europese database waarin allemaal informatie over het hulpmiddel en over de fabrikant moeten worden geregistreerd. Die database die had er ook al moeten zijn, maar ook dat heeft wat vertraging opgelopen. Desalniettemin is het heel goed om vast ervoor te zorgen dat alle data die daarvoor nodig is, dus alle relevante data over het product en ook over de organisatie, dat die verzameld zijn, zodat die zodra de database beschikbaar is, zo erin kunnen worden gezet en geregistreerd kunnen worden. Dan, dat was heel veel informatie, we hebben een slide met de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de richtlijn. En dat is, zoals ik al zei, de UDI. Ieder hulpmiddel krijgt een eigen unieke code waarmee traceerbaarheid wordt verhoogd en de patiëntveiligheid dus ook wordt vergroot doordat ze, als het goed is, minder schade aan kunnen richten mocht het een keertje fout gaan en sneller weer teruggehaald kunnen worden. De klinische evaluatie, daarvoor zijn striktere regels gekomen. Er moet meer klinische data verzameld worden om die prestaties en de veiligheid van het product aan te kunnen tonen. En tot slot, heel belangrijk natuurlijk, de software als zodanig, die nu niet altijd onder de wetgeving voor medische hulpmiddelen valt, komt daar straks wel onder te vallen. De kans is in ieder geval groter. En is het een medisch hulpmiddel, dan is ook nog eens de risicoclassificatie strikter, wat ervoor zorgt dat er een... dat het softwareproduct vaker als minimaal een klasse 2a wordt aangemerkt, waar dat onder de richtlijn nog vaak, vaak als klasse 1 wordt aangemerkt. Dan hebben we weer een poll om de status te bekijken. In hoeverre schat u reeds te voldoen aan de MDR? Nauwelijks, gedeeltelijk of geheel? Nou, dat is een heel groot deel dat al gedeeltelijk voldoet. Dat is goed om te zien. Er is dus nou, enigszins onverwacht toch nog een jaartje bijgekomen om het een en ander te regelen. Zodat hopelijk iedereen tijdig kan voldoen en er geen problemen ontstaan. Dan geef ik nu het woord weer terug aan Amy, die jullie meer zal vertellen over de... ISO 13485. Ja. Dankjewel. De MDR heeft inderdaad heel veel vereisten. Anders heeft ze net mooi uiteengezet. De ene bijlage van de MDR is wat gedetailleerder dan de andere, om eigenlijk een beetje uit te splitsen hoe ga ik nu voldoen aan al die vereisten. Vandaar dat zij normen hebben geharmoniseerd, waaronder de ISO 13485. En dat betekent zoveel als dat zij de ISO 13485 hebben erkend als een norm om te kunnen aantonen dat je conform de MDR je kwaliteitsmanagementsysteem hebt opgezet. De ISO 13485 norm bestaat uit 8 hoofdstukken, waarvan vooral hoofdstuk 4 tot en met 8 echt praktische invulling geeft aan hoe je nu een goed kwaliteitsmanagementsysteem opzet, maar ook documenteert en onderhoudt. Zo ziet het vierde hoofdstuk van de ISO-norm op het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem en welke documenten je daaronder moet hebben liggen. Dan ziet het vijfde hoofdstuk op verantwoordelijkheden voor het management. Dus hoe beleg je dat? Wie kijkt periodiek mee of alles nog op orde is? Dan het management van de bedrijfsmiddelen. In hoofdstuk 6, zowel de fysieke bedrijfsmiddelen die verantwoordelijk zijn of die een bijdrage hebben aan het produceren van een product of de dienst, als de meer niet-fysieke bedrijfsmiddelen, zoals de softwareproducten die je gebruikt. Dan hoofdstuk 7 ziet op het realiseren van het product, dus de vereisten rondom plannen, review, ontwerpen, inkopen, fabriceren, alles om van A tot Z je product of je dienst klaar te maken. En het laatste hoofdstuk ziet eigenlijk op het kunnen onderhouden en blijven garanderen van die kwaliteit. Dus interne audits doen, het monitoren, corrigerende acties en ook maar preventieve acties, zodat de kwaliteit continu gewaarborgd kan blijven. En zo zijn er eigenlijk meerdere normen, maar ook handreikingen vanuit de MDCG, die Anne-Sophie al een paar keer heeft genoemd, die eigenlijk een meer praktische invulling geven aan de vereisten uit de MDR. Dus als je aan de slag gaat met het voldoen aan de MDR, is het ook goed om al deze vereisten en deze documenten eigenlijk eens door te nemen, in kaart te brengen. Wat is de verhouding nou onderling tussen al deze onderliggende normen? Om eigenlijk te zorgen dat je een goed overzicht hebt van waar moet ik nu precies aan voldoen, maar ook hoe ga ik dat nu doen. En gelukkig zijn er dus normen en handreikingen die je daar invulling aan kunnen geven. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het deelnemen aan deze webinar. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons hierop bereiken en dan komen we daar zo snel mogelijk op terug. Vanuit deze reeks in samenwerking met Health Valley geven we nog één webinar over informatiebeveiliging. Dus die komt er nog aan en dan zien we jullie graag bij die webinar. Dankjewel.